Damien uit Lelystad. Die wil heel graag weten hoeveel bevers er nu eigenlijk zijn in Flevoland. Rob, hoeveel bevers zijn er in Flevoland? Er zijn ongeveer 100 bevers in Flevoland. Oké, klaar. Wat moeten we nou met dat bootje? Nou, een bootje heb je hier niet om op het zand neer te zetten. We hebben daar een beetje water. Laten we maar eerst maar eens die kant op gaan. Ik hou niet van bootjes. En dan gaan we dus even kijken of wij nog een bever, iets van sporen van een bever kunnen vinden. Hier gewoon in een nieuwbouwwijk? Nou ja, ja, hier gewoon in een nieuwbouwwijk, ja. Hoe zijn die bevers eigenlijk in Flevoland gekomen? Heel lang terug, een jaar of 15 terug, zijn de bevers ontsnapt uit het natuurpark. En die hebben zichzelf voortgeplant en ook verspreid. Eigenlijk door een heel groot deel van Flevoland heen. Hier is de burcht. Een hoop met grond en takken en waar een ingang onder water zit. En daar zal de bever ergens onder weggestopt zitten. Hoeveel bevers zitten er hier nu in? Is dat er één? Nou, dat weet ik niet precies, maar ik neem te gaan van minimaal 2 of 3. Dat het een ouder paar is, in ieder geval met jongen, want ze zitten er al een paar jaar. En als er nou jongen in zitten, hoe lang blijven die jongen erbij? Die blijven wel een jaar erbij. Oké, okay, ja. En na een jaar worden ze eruit geknikkerd? Of nou ja, wat dan? Eruit geknikkerd, ja. Nou ja. Uiteindelijk gaat de natuur dan ze weg en dan zoeken ze zelf in een leefgebied. Ja. Uiteindelijk gaat het straks barsten van de bevers in Flevoland. Nou, er gaan ook weer bevers dood. Dus, op een gegeven moment zit je denk ik op een soort optimum van wat er aan voedsel is en hoeveel dat bevers dat er kunnen leven. En dan zal het tot nu toe nam het elk jaar toe. En nou, dat toenemen dat zal langzamerhand wel afvlakken en dan min of meer gelijk worden. Er zal iets golving in zitten. En heeft zo'n beest nou bescherming nodig? Ik bedoel, kan dat wel zo hier bij zijn nieuwbouwwijk? Nou, die heeft zeker wel bescherming nodig, want het is hier wel even een beetje de vraag of dat hij hier blijft zitten. Een stukje verderop, ongeveer 1/2 kilometer verderop, daar wordt een nieuw leefgebied ontwikkeld voor de bever. En daar zou die dan heen kunnen gaan als hij het hier ook te druk vindt. Dat doen jullie? Jullie maken een nieuwe plek voor? Ja, wij maken een nieuwe plek waar hij kan gaan wonen. En dan moet hij de bever zelf maar even zien of hij daar gebruik van maakt. Want dat kunnen wij natuurlijk weer niet regelen. Hij is toch wel grappig, hè? Dat Flevoland is wel dé provincie van de bevers. Dat klopt. Goede watergangen, goede kwaliteit water. En de meeste bevers van heel Nederland. Ja.